Nou, daar heb ik geen vijf woorden voor nodig. Daar heb ik maar één woord voor nodig. Een rampjaar. Goedenavond allemaal. Goedenavond, intelligentia. Hey. Even het jaar met elkaar doornemen. Even kijken waar het goed ging, waar het fout ging. Af en toe even de vinger op de zere plek leggen. En dan nog een paar kilo zout invrijven. Daar is een oudejaarsconferentie voor. Goed je te zien. Je bent weer terug. Maar een ellendige tijd achter de rug. Dit was natuurlijk een absoluut rampjaar. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen fout gegaan. De ene crisis na de andere. Energiecrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, wooncrisis. Ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het slechte nieuws, het is de Titanic. Ja. Het is toch een beetje bedoeld om de dingen die niet zo leuk zijn een beetje te relativeren. Daar is humor voor bedoeld. Wij zijn ook het enige wezen op de aarde dat humor heeft. Een hyena heb ik nog nooit zien lachen. Het doet me met je hoofd, die energiecrisis. Vroeger was ik bang in het donker. Tegenwoordig ben ik bang om het licht aan te doen. Gelachen is spelen met je pijn. Dat is eigenlijk wat lachen is. Dus die humor hebben wij ook gekregen om te kunnen gaan met situaties die niet zo prettig zijn. En daar waren er dit jaar heel veel van. Dus toen hoorde ik heel veel gelachen. Ik heb het laatst voor het eerst sinds jaren weer zo'n mijn kassenbon gekeken. Ik zeg tegen die kassière, is dit een kassenbon of een voorstel tot overname van de supermarkt? Als er een motto is in de show, dan is het motto misschien wel dat ik een waarheid stel. En dat jij maar moet bewijzen dat het niet waar is. Dat gebeurt heel veel natuurlijk in de complottheorieën. Dat mensen dingen beweren die absoluut niet kunnen. Maar dan moet jij vervolgens bewijzen dat het niet zo is. Want wie zegt dat wij niet worden geregeerd door buitenaardse reptielen? Ga maar eens bewijzen dat het niet zo is. Ik vind dat best wel ingewikkeld. Hij heeft de schoon geweten, want hij heeft het nooit gebruikt. Die zing je wel mee. Daarna gaat wat een premier moet doen. He, dat is de boel een beetje bij elkaar houden en de trein op de rails zetten. Dus in die zin doet hij het niet verkeerd. Ik heb ook enorm veel bewondering voor de inzet van die man. Dat enthousiasme. Dus een loflied op Mark Rutte. Maar wel met een knipoog natuurlijk. Dat zit inderdaad ook in de oudejaarsconferentie. Leven de leider. Leven onze markt. Een ruggengraat van rubber. Maar zo stijf als een hart.